Beste kijkers, namens Audi Wittebrug gaan Dennis en ik naar München toe en naar Salzburg om kennis te maken met de nieuwe Audi A8. Ja, het is een hele bijzondere trip voor ons. De Audi A8 is volledig vernieuwd, dus we zullen straks daarvoor veel meer zien. Nieuwe systemen, nieuwe onderstelteknieken, nieuwe motoren. Dus wij hebben er heel veel zin in. Op dit moment zit ik aan de binnenkant van de nieuwe Audi A8. Alle systemen even uitgeschakeld. Om even jullie mee te nemen om te laten zien als we de auto aanzetten wat er allemaal gebeurt. Dan druk ik hier op de startknop. En dan komt de auto tot leven. De vents die opengaan. Schitterende afwerking. De optionele 3D Bang & Olufsen sound. Bovenin bedieningspaneel. Voor onder andere de navigatiesysteem, het media, alle hulpsystemen. Beneden de airconditioning. En uiteraard voor je neus de Audi Virtual Cockpit. Waarop je ook alles kan bedienen. Het navigatiesysteem, de boordcomputer en alle informatie. En we staan weer bij de nieuwe Audi A8. Zullen we even naar binnen gaan, want mijn collega Dennis zit daar. Even kijken wat hij ervan vindt. Hey Dennis, hey, wat vind je ervan? Ja, prachtig. We hebben net in de BMW 7-serie en de Mercedes-Benz S-klasse gereden. Die laatste komt in de buurt. Dat is een mooie poging. Maar kijk maar even naar het dashboard wat je hier ziet. Is niet alleen qua afwerking benchmark, maar ook qua graphics, qua handling. Allemaal hele moderne termen, maar zo is het wel. Kan je heel makkelijk tiptoetsend door alle menus heen. Dus alles zit heel makkelijk en overzichtelijk op zijn plek. Dus ook als je aan het rijden bent, kan je heel makkelijk dingetjes wijzigen. Dus we gaan nu rijden.